Ik speel mee in een soapserie in Thailand. Als advocaat. Nee, niet als advocaat. Ik zou zeggen als cliënt zijnde. Als bad boy. Topcrimineel. Nou, geen topcrimineel, wel een topvechter. Topvechter. Ja, ja. Ja. Dus ik begon als een lolletje, zeg maar. Een hele bekende Thaise producent, televisieproducent. Die kwam hier en werd contact gezocht. Ze hadden een sportschool nodig hier in Nederland. Ik zeg, ik vind het prima, dat regel ik wel. Maar dan wil ik ook meespelen natuurlijk. Let's have ourselves a good old fashioned fist fight. We'll beat each other till we discover who's right. Ik doe voornamelijk strafzaken. Denk ik 90-95% van mijn werk. Doe bijvoorbeeld de Tubbergse slavernijzaak. Een aantal zaken van motorclubs, Noorse Rende, dat soort zaken. En als je dan wint, dan is dat ook heel goed te vergelijken met de vechtsport. Ja. Vandaag ga ik een seminar geven bij Christian Ballast. Kijk, hij heeft een taekwondo achtergrond, dus een staande gevecht. En mijn achtergrond ligt meer bij judo, Braziliaanse jiu-jitsu en MMA. Dus het gericht op het grondgevecht. Staande gevecht doe ik ook wel. Maar mijn specialiteit ligt natuurlijk bij het grondgevecht. Zo'n 20 jaar geleden heb ik Roy leren kennen op school. We hebben samen op de MOS gezeten, Schuttersveld in Enschede. We hebben allebei management, economie en rechten gedaan. En daar ken ik hem even van. Het imago van Mixed Martial Arts is slecht vergeleken met andere vechtsporten. Ja, dat is een wereld van verschil. Judo was echt een budo-sport vanuit Japan, een Olympische sport. Dus daar werd toch heel anders naar gekeken. En ja, dat je het kickboksen en het MMA, hè, toen ook al kooivechten genoemd. Ja, dat was toch wel. Het werd een beetje op neergekeken. Dat was toch niet echt een sport. Maar in deze positie is het voor hem zaak of hij gaat de ground pakken door de stoven. Ja? Of hij probeert een betere positie te pakken. Ja? Dit bijvoorbeeld is een betere positie. Mensen vinden het iets van barbaars. Ik deel die mening absoluut niet. Waarom? Een kooi is juist heel veilig. Het is rond, je kunt er niet uitvallen. Zoals een ring, soms 2 meter hoog. Als je daar uitvalt door de touwen, heb ik ook wel eens meegemaakt. Dat je uit de ring stuitert en met alle gevolgen van dien. En het geeft wel een bepaalde sfeer inderdaad. Maar het is topsport. Er mag vrij veel. Je mag tegenstander vastpakken, je mag hem naar de grond heen gooien. Je mag op de grond mag je doorstoten naar het hoofd, naar het lichaam. Ja, er mag vrij veel. Je mag elkaar zelfs wurgen. Je mag elkaar inderdaad ook verwurgen. Ja, dat klopt. Dus net zolang dat de tegenstander afklopt en dan heb je gewonnen. Vroeger had je een negatief imago en wij proberen echt hier in deze regio, proberen wij dat imago op te poetsen. Als je ziet hoeveel respect wij hier voor elkaar hebben en hoe we met elkaar omgaan, en dat zag je vanavond ook tijdens de les. We hebben respect voor elkaar. Als de trainer ook wat uitlegt, je luistert gewoon, we groeten naar elkaar toe. En er zijn heel veel etiketten en huisregels die wij gewoon na willen streven. Als je dan kijkt naar het imago, wij doen ons stinkende best om dat imago gewoon op te poetsen. En je hebt er ook een aantal boefjes bij zitten inderdaad, dat klopt. Ja, daar moet je niet te veel aandacht aan besteden. Wij richten ons met name op de jongens die in het dagelijks leven een behoorlijke job hebben. En op die manier proberen we dat imago wel op te poetsen. Ja. Natuurlijk lopen er ook criminelen rond. Maar dat is niet anders in de voetbal. Ik zou niet denken dat het in deze sport anders is dan in andere sporten. En dan krijg je, als je dan zegt van ja, maar bij voetbal heb je ook de hooligans. En dan is dat een beetje een dooddoener. Maar het is wel zo. Dit is oefening krijg je dan. Links, rechts, links, rechts. Als je draait, dan moet je zien hoe je het doet. Ik heb zelf ook gestudeerd, HBO-opleidingen afgerond. En ik heb hier ook jongens die gestudeerd hebben. En van alle lagen uit de bevolking, die komen hier trainen. Ik wil eigenlijk niet in het bepaald hoekje gedrukt worden met een negatief imago en dat soort dingen. Vechtsporten heeft me heel veel gebracht. Je weet wat trainen is, je weet wat afzien is, je weet wat afspraken maken zijn. En dat proberen wij ook allemaal weer terug te laten komen in de vechtsport.